Ja, ik denk dat geen één moeder een gevoel kan omschrijven wat je voelt voor je kind, maar gewoon alles, ja. Gewoon de reden dat ik 6 uur opstaan 's ochtends nog steeds niet heel leuk vind, maar het er toch voor over heb. Ja, de kerstelijk bypass heeft er wel voor gezorgd dat ik uiteindelijk 40 kilo ben afgevallen. Maar ik vermoed dat op de dag van de operatie ik toch wel die 150 aangetikt heb. Dus ondertussen weeg ik nu 107. Als ik mijn kerstelijke bypass niet had laten plaatsen, was ik waarschijnlijk nog zwaarder geworden dan de 150 kilo die ik woog toen ik mijn bypass liet zetten. Dus ja, het heeft me zeker een hoop gebracht en vooral een hoop voorkomen, denk ik. Want ik had nog geen klachten, maar dat wilde ik graag zo houden. Ik heb hem nu ongeveer 8 jaar, dus nou, ik was toen nog wel vrij jong natuurlijk voor een gastric bypass. Maar ik denk als ik het niet had gedaan, dat ik in de loop van de jaren alleen maar zwaarder en zwaarder was geworden. Zwanger worden was eigenlijk iets wat ik heel mijn leven al wilde worden. En eigenlijk heb ik al wel heel mijn leven geroepen, als er geen man komt, dan kan ik het ook prima alleen. Nou, dat heb ik dus ook uiteindelijk ook gedaan. Ik was 35 en ik dacht, bijna 35, dacht ik, ja, nou, nu moet het er maar van komen. Dus toen stappen ondernomen. Dat is wel wat lastiger als je nog overgewicht hebt. Want er zijn een aantal klinieken in Nederland die je dan bij voorbaat al niet helpen met een te hoge BMI. Dus toen heb ik zelf het heft in handen genomen en een donor gezocht. En nou, ik moet zeggen dat het zwanger worden niet het grootste probleem was. De 40 kilo die je niet meedraagt in je zwangerschap zijn toch 40 kilo minder ballast in je zwangerschap. En ja, het vruchtbaar worden zijn werkt zeker mee als je 40 kilo minder weegt dan daarvoor. Dus ja, ik heb zeker wel het idee dat die 40 kilo me daar hebben geholpen. Ik heb eigenlijk een prima zwangerschap gehad. Ja, ik zag eigenlijk weinig verschil in mezelf. Ik kon ook gewoon mijn eigen kleren nog aan tot ongeveer mijn bevallingsdag. Ik ben ook bevallen in mijn eigen kleren. Dat was het enige wat ik wel een beetje jammer vond. Dat ik niet echt een typische zwangere buik had. Ik heb ook eigenlijk geen foto's van mezelf gemaakt in mijn zwangere tijd. Zo van, kijk mij mooi zwanger zijn. Tijdens mijn zwangerschap kwam ik bij de verloskundige en heb ik aangegeven dat ik een gastric bypass heb. En toen hebben ze me wel meteen doorverwezen aan de gynaecoloog. Je krijgt iets vaker bloedcontroles. Ik heb 3 keer bloed moeten prikken tijdens mijn zwangerschap. En je komt dus onder controle van de gynaecoloog en je moet dan dus ook in het ziekenhuis bevallen. Dat heb ik niet per se als een nadeel gezien, aangezien ik het wel fijn vind om wat extra controles te houden. Zo weet je zeker dat je kindje genoeg binnenkrijgt. Want toch, je vitamines kunnen natuurlijk wat schommelen. En zeker omdat je vitamines moet bijslikken. Ze houden je gewoon extra in de gaten. Ik ben heel blij met mijn beslissing. Zwanger worden en een kindje krijgen is het mooiste wat je kan gebeuren. En ik ben heel blij dat het ook gelukt is. En of mijn gastric bypass daarbij geholpen heeft, dat weet ik niet. Maar het helpt nu zeker mee om gezellig fit over de vloer te kruipen. Dus nee, geen moment spijt gehad en ik zou het iedereen aanraden.